De iPhone 15 lijkt de grootste iPhone-update in jaren te worden. Al moet je daar wel iets meer voor lappen en gaat het niet om alle modellen. Volgende week dinsdag zien de iPhones officieel het daglicht, maar vandaag neem ik je mee door alle dingen die we nu al weten. Apple dropt dit jaar weer 4 nieuwe modellen. De iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Ultra. 100% zekerheid is er niet, maar dit jaar zou het einde van de Pro Max kunnen betekenen. Alle modellen krijgen dit jaar ook een Dynamic Island. Dus ook het einde van de Notch zoals we hem kennen kan in 2023 aanbreken. Verder worden alle modellen voorzien van USB-C aansluiting. Eindelijk! Voordelig, want hierdoor laat je iPhone niet op met een vermogen van 20 watt, maar met een vermogen van 35 watt. Dat doet het trouwens met zo'n gevlochten kabel die we kennen van de Mac. En er is ondersteuning voor QI2, waarmee de iPhone draadloos met een vermogen van 15 watt kan laden, zelfs als de oplader geen MagSafe heeft. De iPhone 15 en 15 Plus worden niet heel spannend. Qua uiterlijk verandert er naast de Dynamic Island niet heel erg veel. Behalve dat de telefoons iets smaller worden, waardoor ze niet meer in je oude hoesjes passen. Typisch. Apple's A16 Bionic chip uit de iPhone 14 Pro en Pro Max komt overigens wel over. En die zal voornamelijk voor een verschil in accuduur gaan zorgen. Maar dat is het eigenlijk wel. De iPhone 15 en 15 Plus komen in de kleuren mat zwart, lichtgroen, lichtblauw, lichtgeel en lichtroze. Ze zijn overigens net zo duur als dit jaar. Je betaalt dus 1.019 euro voor de iPhone 15 en 1.169 euro voor de iPhone 15 Plus. De iPhone 15 Pro en 15 Ultra veranderen dit jaar dan weer wel. De aluminium behuizing verdwijnt en daar komt dan een behuizing van titanium voor terug. Smartphones worden overigens wel iets dikker, maar dan aan de andere kant wel weer smaller en kleiner, zodat je een grotere batterij hebt in een niet al te veel grotere vormfactor. Daarbij worden ook de schermranden van de iPhone 15 en 15 Ultra dunner, waardoor je in praktisch dezelfde behuizing meer beeldscherm hebt om te gebruiken. En wel zo fijn. Apple's nieuwe A17 Bionic chip draait de boel dit keer niet met 6 GB aan werkgeheugen, maar met 8 GB aan werkgeheugen. En de 128 GB opslag verdwijnt, wordt standaard 256 GB en is dit keer tot wel 2 TB te upgraden. De slider aan de zijkant wordt voor de eerste keer daadwerkelijk omgeruild en er komt een action button of een actieknop voor in de plaats. En deze is zelf te programmeren met de functie naar keuze. Denk bijvoorbeeld het direct op trillen zetten van je smartphone, zoals je dat bij de vorige al deed, maar je kunt ook de camera-app of een andere app openen. Dat is wel echt handig. Het mag allemaal wel iets kosten, want de smartphones worden dit jaar duurder. De iPhone 15 Pro is te koop vanaf 1.429 euro. En de iPhone 15 koop je vanaf 1.579 euro. Poeh! Ze zijn beschikbaar in de kleuren zilver, space black, donkerblauw en Titan Grey. Spannend hoor. Aanstaande dinsdag is de presentatie en dan weten we ook echt alles over de toestellen. Vanaf 7 uur Nederlandse tijd is die presentatie te volgen. Hou dit kanaal overigens ook goed in de gaten door je te abonneren bijvoorbeeld. Want ik ben volgende week aanwezig in Apple Park om alvast met die nieuwe telefoons te spelen. En dan vertel ik je er alles over. Ik loog dus toch dat de volgende video uit Apple Park zou komen afgelopen zondag. Maar dit keer echt. Dit keer echt. Ik zie jullie volgende week. Ciao!